Ik vind het echt een uh, gênant akkoord waaruit um, blijkt dat de VVD echt opnieuw door de knieën is gegaan voor de Partij van de Arbeid. Um, um, illegaliteit, uh, foutgedrag gedrag wordt beloond. Um, het heet nu alleen anders. Um, het wordt geen bed, bad en brood meer genoemd, maar een voorfase. Maar in die voorfase, um, en dan citeer ik de heer Samson uh, gisteren uh, voor uw eigen omroep, um, uh, krijgen mensen meer dan bed, bad en brood. Ze krijgen zelfs rust. Uh, um, en begeleiding. Um, dat is wat ze krijgen. Dus wat er gebeurt in Nederland is nu is dat voor het eerst illegale officieel, structureel um, opvang krijgen die meer gaat, die verder gaat dan bed, bad en brood. Illegaliteit wordt dus beloond. Mensen zouden Nadat ze van de rechter te horen hebben gekregen dat ze het land uit moeten, na een wettelijke termijn van vier weken het land moeten verlaten. En wat gaan we doen? Omdat Diederik Samson en de Partij van de Arbeid dat wil. We gaan de mensen toch opvangen en we gaan ze rust bieden. Ik zou zeggen: een kabinet waar de VVD in zit, heeft, moet maar één doel hebben. En dat is een streng asielbeleid. En dat is zorgen dat mensen die door de hoogste rechter te verstaan is gekregen dat ze moeten vertrekken, om die zo snel mogelijk het land uit te krijgen. En nu krijgen ze zelfs meer dan ze kregen, namelijk behalve. Die drie B's die u allemaal kent, ook nog een keer een paar weken om tot rust te komen. Want, zei de heer Ascher gisteren ook voor uw camera, ze zouden misschien wel eens wat verwacht kunnen zijn en ze hebben rust nodig. Dat is de gênant voor woorden. Miljoenen euro's per jaar worden daar weer aan besteed. Vervolgens gaan de gemeentes, als ik zo mag geloven, toch weer door met die opvang als ze er ontevreden mee zijn. Dus we zijn niet alleen terug bij af. De illegalen krijgen meer dan ze tot nu toe kregen. Opvang, rust en dadelijk ook nog in de gemeentes. De VVD is op de knieën. De heer Samson is de grote overwinnaar. En dit is het, het, het slechtste asielbeleid, denk ik, van heel Europa.